Goedemorgen, het is zaterdag. Zo betekent Tessa hier om te sporten met ons. Een hele gezellige avond gisteravond gehad, drankjes gedaan. Niet al te laat, nou oké. Half drie lag in bed. Maar het was zeg maar niet uitgaan, het was gewoon cocktails. En dat was echt very nice. Manies is lekker aan het slapen hier. Oh. Hey meid. Ik heb wel aardige comments over jou vandaag. Op je gebrabbel. Ja. Yeah. Je lieverd. Anyway, sporten. Later vandaag gaan we naar een verjaardag in Den Haag. 17:30. En tussendoor moeten we nog wat dingen doen. En gisteren had ik dus al mijn sokken eruit gegooid. Ik word helemaal gek, want ik zocht een panty. En dat was voor Future Me. En Future Me denkt nu, crap, ik moet nu sporten. Dus ik ga dat heel even hierin doen. En dan later uitzoeken. Oh yes. Espresso time. Ik heb twee boterhammen, eentje met eldersworst of zo. Ik vind deze in ieder geval vreselijk. En ik heb dan die heerlijke vijgenhummus. Vindt hij ook vreselijk. Ik vind het zo lekker. Zo grappig hoe iedereen een andere smaak heeft. Hoe kan hij dit nou niet lekker vinden, denk ik? Terwijl ik vind het echt overheerlijk. Alright, daar is Tess weer. Hallo. Gaan we sporten. Yes. Ik heb een staart bij Tess gemaakt. Kijk, hoe vet. Echt, beter kan ik het niet doen hoor. Wij zijn klaar. Dan, dan, dan. Dan. Yes. Ik heb gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen. Ik ga niet een masker opdoen. Ik had een BHA opgedaan. Denk ik, ja. Merk wel dat ik veel voor mijn huid doe. Ik ben echt heel erg gezet. Soms heb je toch zo'n hyperfocus dingetje waar mijn beauty mee bezig bent. Ik zit echt in mijn skincare fase. En ik ben er gewoon heel erg mee bezig. Gewoon heel erg opletten waar ik buis van krijg. Hoe, wat, waar, welke producten werken. Ik merk nu ook gewoon te vaak BHA en maskers en alles ook niet heel goed. Ik vind dat ik dat max 3 keer in de week moet doen. Zoiets. Dus we gaan vandaag even gewoon alleen BHA en crème. Anyway, even omkleden. We hebben gisteren een aantal mooie cups gekregen. Dus om drinken in koel te houden of warm te houden. 1, 2, 3 en dan 2 van die. Dus ik wil al mijn andere drinkcups wegdoen. Deze. Dus je kunt allemaal een drinken. Dit zijn echt van die, weet je wel, voor een shake of zo. It's too much. Weg ermee. Kijk, dit is nu de situatie. Ik had eerst die glazen daar, maar ik moest elke keer op mijn tenen staan om te pakken. En nu heb ik gewoon glazen hier. Mokken hier, nou dan bidons en dat soort dingen hier. En dan grote mokken hier en daarachter. Want als we echt bijvoorbeeld grote mok thee, dan pakken we die of die soort witte. Tadaa! En we hebben een nieuwe waterkoker gekregen van Boretti. Kijk hoe mooi. Super nice. Dus die ander gaat ook naar de kringloop. Zo. En nu ga ik koken. Ik ga pineapple jerk maken. Dus ananas met jerk. Ik ga nu even niet filmen, want anders is heel veel recepten achter elkaar. Maar ik zag dat jullie de soep van vandaag, die nu online is gekomen, heel leuk vonden. Maar ik had gisteren ook al een recept gefilmd. Dus kijk maar. Weet je wat? Af en toe doe ik het wel, af en toe niet. En als jullie echt denken, ik wil weten hoe je het hebt gemaakt, dan kan ik het altijd nog een keer doen en dan filmen. En sowieso, ik pas het altijd aan. Bijvoorbeeld, ik maak het nu voor het eerst. En dan stel het dus toch net even dat ik denk, ik zou volgende keer dit en dit doen. Is dat wel handig voor als ik het daarna een keer film, weet je wel? Dus dat. Lekker. Koriander voor mij, kopje zonder. We hebben het op. Het is zo spicy. Proef kan het hebben. Ik zou het voor een keer ietsje anders maken. Ja. Dat. Maar het idee is leuk. Zeker. Het is lekker verder. Van pulled pork-achtig en dan van pineapple. Van ananas. Alright, laten we klaar gaan maken. Ik heb nu weer dus eerst wenkbroodje gedaan. Even laten drogen en nu bijtekenen. En dan pas de rest doen. Ik zit ondertussen Yves haar make-up tutorial te kijken. Superleuk. Ik ga even mijn haar doen. Ik denk Stelton. Ja, ik denk Stelton. En de look van vandaag. Ik heb deze nieuwe trui van Joshua aan die ik binnen heb gekregen. Dan heb ik mijn ontzettende mom jeans aan. Deze trui is ook vrij kort, zie. Dus dan zie je echt goed full effect. Een broek die mijn moeder zou dragen toen ik klein was. En dan mijn Nike's. En ik heb mijn haarstijl gemaakt. Oh, en ik heb allemaal leuke armbandjes omgedaan. Ik dacht een beetje sieraadje erbij.
Dus dat is de look. Ook doe mijn ringetje nog even in mijn zilver in mijn oren. De geur die ik op doe is... Pam pam pam. Deze. Angel Eau de Mon, Le Secret Eau de Toilette. Wij zijn onderweg naar Den Haag. En we gaan eerst langs Fofie's ouders. En daarna gaan we naar Andy en Nassira. Want Andy is jarig. En gaan we even op zoek. We gaan niet eens naar ons oude huis. Want we hebben er zelfs niets te doen. Alright, we zijn bij Fofie's ouders geweest net. Ja, dat klopt. Met koffie. En nu gaan we naar Andy. Wat is correct, Fofie? Oh jee. Hey. Daar heb je helemaal gelijk in. Mopsje. Kijk hoe lekker. We gaan lekker tacos eten. Wij zijn weer thuis. Het is 2:15. Het was super gezellig. Het was echt heel leuk. Ik zou nog heel langs gaan bij moeder. Even op de thee ook na de verjaardag. Vrij laat, maar het was gezellig. En nu zijn we weer thuis in Amsterdam. Ik was bijna zeggen in Den Haag, maar het is Amsterdam. En ik ga de vlog afsluiten. Ik ben morgen gaan we eten met vrienden. En ik wil even een beetje hier wel rommelen en zo. Ik vind het gewoon leuk rommelen in huis. Ik vind het leuk dat jullie het leuk vinden. Dus dat gaat zeker gebeuren. Dus ik ga de vlog afsluiten. Wel trouwens bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.